Als je een verandering voor elkaar wilt krijgen, dan zijn er twee belangrijke elementen. Mensen moeten anders gaan denken, mensen moeten anders gaan doen. En dat anders denken, daar zijn een paar aandachtspunten bij. En dat anders doen, zijn een paar aandachtspunten bij. Het gaat er allereerst om dat je je realiseert dat waar mensen in geloven, wat de waarden zijn die ze erop nahouden in hun leven, dat dat niet zomaar te veranderen valt door een manager. Je kunt naar de hei gaan, een paar mooie bedrijfswaarden op papier zetten en dan hopen dat mensen daardoor hun gedrag gaan veranderen, maar dat zal niet gebeuren. Veel verstandiger is te bestuderen waar je mensen al in geloven, wat de waarden zijn die voor hun al tellen, en te kijken hoe je de dingen die je in het bedrijf doet daarop kunt laten aansluiten. Tweede punt, dat draait om wat ze in de psychologie wel noemen efficacy. Dat betekent waargenomen eigen competentie. Mensen hebben de neiging om bij alle taken die op hun bordje komen zich af te vragen, kan ik dat wel? Dus ik doe alleen maar die dingen als mens waarvan ik ook vermoed, diep van binnen, dat ik het ook echt kan. Ja, en op het moment dat je mensen probeert van buitenaf ervan te overtuigen dat ze iets best wel kunnen, maar ze geloven er zelf niet in, zullen ze nooit dat gedrag gaan vertonen als je bijvoorbeeld niet in de buurt bent. Je kunt ze misschien zover krijgen dat ze een poging doen als jij in de buurt bent om jou een plezier te doen. Maar dat ze zelf uiteindelijk daar zich ook echt vol voor inzetten, dat gaat niet gebeuren. En het derde element bij anders denken is dat je je er rekenschap van moet geven dat mensen vooral gedrag van andere mensen imiteren. We zijn sociale wezens, we kijken heel erg naar wat andere mensen in onze omgeving doen. Dus op het moment dat je logische argumenten geeft voor een verandering, mooie cijfers in een PowerPoint-presentatie, allerlei valide argumenten, dat is natuurlijk prachtig. Maar als mens kijken we vooral naar die andere mensen om ons heen. Wat doen zij? En als die niet in beweging komen, komen wij ook niet in beweging. Dus de bemensing van je projectteam, dat moet je vooral eerst doen met die sociale component in gedachten. Heb ik mensen aan boord die het sociale bewijs vormen voor de rest dat ook zij in beweging moeten komen? Bij anders doen heb je opnieuw drie elementen die belangrijk zijn. Het allereerste element is dat je van abstracte einddoelen, abstracte output, zoals we moeten klantgerichter worden of we moeten innovatiever worden of ondernemerder, dat je de vertaalslag terugmaakt naar de input. Wat gaan we dan vandaag doen om dat ook werkelijk voor elkaar te krijgen aan het einde van de rit? En naar concrete actiedoelen komen, ja, dat levert ontzettend veel winst op. Het is niet makkelijk hoor, maar het levert ontzettend veel winst op. Want het betekent dat je de kans op gedragsimplementatie, zoals we dat mooi noemen, met een factor 10 tot 11 vergroot. Alleen al door de vertaling te maken van wat er aan het eind van de rit uit moet komen naar wat er aan het begin van de rit in moet worden gestopt. Tweede element bij anders doen is dat we actietechnieken moeten toepassen. Nou zijn er in de veranderpsychologie worden er tientallen verschillende gedragsveranderingstechnieken onderscheiden. Maar een hele belangrijke daarbinnen is dat we kijken naar de omgeving als bron van allerlei prikkels op het gedrag van mensen. Als je de omgeving verandert, de fysieke maar ook de sociale omgeving, kom je vaak veel sneller tot resultaten, tot gedragsveranderingsresultaten, dan wanneer je mensen alleen maar anders probeert te laten denken of op andere manieren probeert meer cognitief te beïnvloeden. Derde element binnen anders doen, dat draait om evalueren, om leren. En daar moet je niet mee wachten tot het eind van de rit, aan het eind dat je zegt, nou we zijn klaar, laten we eens evalueren. Maar dat moet je onderweg voortdurend doen. Je moet een verandering eigenlijk zien als een soort doorlopend experiment waarbij het vooral draait om leren. Vaak leggen we de nadruk te veel op presteren, omdat we natuurlijk ergens willen komen, dat is ook heel begrijpelijk. Maar de snelste weg om die prestatie te krijgen, en dat is eigenlijk een beetje het paradoxale, dat verloopt heel vaak, de snelste weg verloopt vaak via een omweg. De omweg van het leren. Stap voor stap dingen uitproberen, fouten maken, bijsturen. En uiteindelijk kom je dan sneller bij betere prestaties dan wanneer je alleen maar hamert op het belang van die prestatie.